Laura, the day after, hoe is het met je? Ja, nog steeds ongeweldig natuurlijk. Hoe was het gisteren voor je? Nou, ik was echt heel erg blij. Het was gewoon, ja. Nou, aan de ene kant, ik had het een beetje verwacht. Maar als het dan toch echt zo is, dat is toch, ja, dat is wel heel mooi. We zitten hier nu in de haven. Gisteren stond hier heel de kade vol met, ja, met cameraploeg. Wat vond je daarvan? Ja, ik had het eigenlijk wel verwacht. Dus het was niet echt een schok of zo. Maar ja, het is nog steeds apart. Dat je zo'n zeilreis wil maken en dan ineens dat je, ja, zo erg in de media bent. Dat is wel raar. Hoe ben je vanochtend wakker geworden? Nou, nog steeds met een goed, vrolijk gevoel. En wat heb je vandaag gedaan? Vandaag heb ik nog niet zo heel erg veel gedaan, maar ik ga gewoon nog een beetje op mijn boot zijn en laatste dingetjes aan boord slepen en een datum prikken. Ja, weet je het al wanneer je gaat? Nee, ik weet het nog niet. Sowieso, nu binnen 2 weken. Dus ik denk ergens weekend, na het weekend, ergens. Heb je veel reacties gehad gisteren? Nog, ja, buiten echt, de pers? Ja, echt enorm veel. Mijn hele site, echt heel veel reacties. Nou ja, die moet je allemaal stuk voor stuk lezen. En dan komen ze erop. Maar dat is echt wel 6 pagina's vol. Daar ben ik wel even mee bezig. Maar het is wel allemaal heel erg leuk. Ja? Ja. Nu heb je 1 dag, was je zeg maar een soort van beroemdheid. Ja. Is het voor jou dat het wel langer mag duren of is het goed zo 1 dag? Nee, ik vind het goed zo. Ja? Ja. Laat mij maar zeilen. Wat vond je het allerleukst wat er gisteren, buitenom de uitspraak natuurlijk, maar wat vond je nou het allerleukst wat je gisteren hebt meegemaakt? Om in 1 keer te zien hoe positief iedereen is. Omdat vorig jaar was natuurlijk heel veel negatieve dingen, weet je wel. Van, oh, ze kan het niet. En nou was ineens iedereen zo van, gefeliciteerd en goed zo en het lukt je wel en je kan het. En nou, al die positieve reacties, dat was wel heel erg leuk. Wel heel dubbel. Ja, best wel. Maar ja, er is ook een heleboel gebeurd in het afgelopen jaar. Dus. Was het een leuk jaar? Nee, echt totaal niet. Nee. Het was vooral een heel moeilijk jaar en heel veel dingen. Gewoon, ja, hele aparte gebeurtenissen, zeg maar. Ja. Nou, nu heb je weer een nieuw jaar voor de boeg. Ja, inderdaad. Maar dat die heeft wel leuke vooruitzichten. Hey, je hebt ook flink wat fans hier in de jachthaven. Mensen die jou op de voet volgen. Ik zag zelfs al dat je je handtekening moest geven aan iemand. Ja, inderdaad. Dat is wel apart, inderdaad. Ik moet wel van wennen. Nou, ik kan wel vaker, maar het is toch wel heel raar. Dus je zegt van, ik ga zeilen en dan ineens krijg je dit. Zo. Had ik niet mee gerekend. Je wordt gewoon liever, je blijft liever het zaalmeisje dan een beroemdheid. Ja, inderdaad.